Neemt u plaats, Sinterklaas. Dank u, meneer de burgemeester. En welkom hier in ons gemeentehuis hier in Malle. We zijn blij dat je toch nog tot hier bent mogen komen en kunnen komen, want het is wel een heel, heel moeilijk jaar voor u. Ik denk, meneer de burgemeester, niet alleen, maar voor iedereen, denk ik. Voor iedereen en ook vooral voor de kinderen. Maar ik ga alleen dit vertellen. Ik ben ontzettend blij dat de scholen terug open gegaan zijn. En ik denk dat de kinderen dat ook heel fijn vinden, dat ze terug naar de scholen kunnen gaan. Ik denk dat dat inderdaad zo is, Sinterklaas. Maar ze kijken ook vooral uit naar dat grote feest, het kinderfeest, het feest van Sinterklaas. Ja, meneer de burgemeester, dat weet ik, maar u zult toch ook wel begrijpen, en de kinderen weten dat ook, dat ik niet eerst en vooral niet overal tegelijk kan zijn, maar dit jaar is een heel speciaal jaar. Er zijn zoveel zieke mensen en mensen die zelfs overlijden. En dat is natuurlijk heel spijtig. En daarom moeten we dit jaar speciaal een beetje afstand houden van elkaar. En als we te dicht bij elkaar komen, moeten we zelfs een mondmasker opzetten. Dat hebben we inderdaad goed begrepen. Dat weten ook alle kindjes ondertussen. En ook alle kindjes zullen weten dat je daarom hen niet persoonlijk kunt ontvangen. Wat ze allemaal heel spijtig vinden. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze het heel fijn vinden dat we hier toch de kindjes hier in Malle heel speciaal in ons gemeentehuis komt verwelkomen. En dat is dan in de plaats van uw gebruikelijk bezoek. U weet dat, Sinterklaas. Ja. En ik heb natuurlijk ook al wel in mijn boekjes laten kijken en Zwarte Piet heeft mij er attent op gemaakt. En ik hoop dat u die boodschap eens aan de kinderen zult willen overbrengen. En ik heb gezien dat er ook dit jaar geen stoute kinderen zijn. Dat is flink, hè? Dat is geweldig goed nieuws, Sinterklaas. Ja. En ik wist wel dat wij heel veel brave kinderen hadden, maar dat ze allemaal braaf waren. Dat doet me geweldig veel deugd dat we dat hier in Malle zo mogen zeggen. Dat is een van de belangrijke dingen. En nu, dit jaar bent u niet kunnen komen in uw koets en met een paard. Maar ik ben ervan overtuigd dat u volgend jaar hier toch weer uw intrede zult doen in onze gemeente. Ik heb op mijn boek ook nog gevonden dat ik normaal dit jaar zou het 44ste jaar zijn. En dat zal het eerste jaar zijn dat ik spijtig genoeg geen kinderen persoonlijk kan ontvangen. Maar volgend jaar, dan is het 45 jaar, kom ik zeker terug. En ik niet alleen, meneer de burgemeester. Aha. Ik zal zeker 20 Zwarte Pieten meebrengen. En echte Zwarte Pieten, Sinterklaas. Echte Zwarte Pieten. Dat horen wij graag. Voor alle kinderen cadeautjes en snoep. En mandarijntjes, volgend jaar zullen ze terug bij mij kunnen komen. Maar ik heb al gezien dat er ook nog echte cadeautjes zijn die u ook dit jaar door uw Zwarte Pieten zult laten bezorgen bij de kindjes, maar zonder dat er contact is, zonder dat zij kunnen zien wie er allemaal aanwezig is en wie er voor die bedeling dan zorgt. Overal. Ik zal geen kinderen overslaan. En ook de kinderen, want ik weet, ik heb van u ook een lijst gekregen met de namen van de kinderen die spijtig genoeg nooit cadeautjes krijgen. En zo zijn er ook wel misschien enkele, maar daar gaan we dit jaar ook voor zorgen. En ik heb die lijst met die namen van u gekregen en we gaan daar zeker op letten dit jaar. Heel fijn, Sinterklaas. Goed zo. Heel mooi bezoek en we danken u ervoor dat u de moeite hebt gedaan om in deze heel moeilijke coronatijden toch naar Malle te komen en u op deze manier tot de kindjes te kunnen richten. Ja, dank u, Sinterklaas. En ik ben natuurlijk maar alleen, want ik heb geen Zwarte Pieten meegebracht, want die zijn natuurlijk aan het werken nu om al de cadeautjes die klaarstaan voor de kinderen te verzamelen en te zien dat ze overal bij de kinderen thuis geraken. Dat blijft ook natuurlijk ook in deze coronatijden nog een heel, heel zwaar werk. Ja. En ook dat zware werk blijven ze toch doen, waarvoor wij u bijzonder dankbaar zijn, Sinterklaas. Meneer de burgemeester, ik heb eigenlijk nog één kleine boodschap voor alle de kinderen. En ik zou mij iets speciaal tot alle kinderen willen wenden. Meisjes en jongens,
ik zou aan jullie willen vragen om heel goed naar de mama en de papa te luisteren. En ook naar de juffrouw en de meester. En dan kunnen we er samen volgend jaar een heel groot feest van maken. Is dat afgesproken? Daar kijken we met z'n allen naar uit, Sinterklaas. Dank u voor uw bezoek. Dank u vriendelijk.